Je bent een liefhebbersfiets, begrijp ik. Nou, ik heet liefhebber. Toevallig. Dat is je achternaam? Ja, dat is mijn achternaam, ja. Wat is dit voor fiets? In Nederland noemen we dit een hoge bie. Maar er zijn meerdere woorden voor. Penny farthing, velocipede, highwheel. Dat was eigenlijk een van de eerste fietsen, dit model. Dit is de eerste fiets waar trappers aan zaten. Daarvoor was de loopfiets. Klopt. Bent u op vakantie hier in Dordt? Of? Ik ben op fietsvakantie. Ja, je zou het niet zeggen, want het is niet de meest ideale fiets om op fietsvakantie te gaan. Want bagage dragen, dat is een beetje lastig. Maar ik heb hier een onderbroek en een pyjama en een tandenborstel in zitten. Dus dat, ik red het wel, ja. Veel bekijks natuurlijk, hè? Ja, dat kun je verwachten als je zo'n gekke fiets hebt. Hè. Het is niet de alledaagse fiets. Moet je dat nou ook echt leren? Of is het, als je kan fietsen, kan je ook op deze fiets fietsen? Als je een beetje lef hebt en een beetje doorzettingsvermogen, dan kun je echt binnen een paar minuten kun je fietsen. En je zal wel moeten, want het is erop en dan moet je het doen. En eraf, dat is nog het lastigste, want je moet eigenlijk opstappen via dit pookje dat hier staat. En als je opstapt, dan weet je wel met je handen aan het stuur welke kant hij op gaat. Maar als je eraf moet, dan moet je hem op gevoel dat pookje zien te zoeken. En dat is even, dan moet je een beetje dosis lef hebben. Ja. Dus al die verkeerslichten, dat is een toestand. Goed anticiperen, hè? Want er zit geen rem op. Ook dat niet. Het is een doortrap. Het is een doortrapper. Je hebt geen versnelling, geen lucht in je banden, helemaal niks. Het enige comfort wat ik heb zijn twee veren in mijn zadel. Dat is alles. Waarom doet u dit al? Het is toch wel een grote pijniging? Ja, dat zou je zeggen. Hè. Het fiets is zeker niet comfortabel, maar ik heb een fietsenwinkel. En ik verkoop dus beroepsmatig fietsen. En ik heet liefhebber en mijn winkel heet fietsliefhebber. Dus ik heb allerlei soorten fietsen. En toen de Tour de France vorig jaar in Utrecht startte, waar ik vlakbij mijn winkeltje heb, dacht ik moet iets hebben om op te vallen. Een geel shirt, dat viel niet op. Dus ik denk, dan moet je iets hebben waar je boven de rest uitsteekt. Dat, ja, een hoge fiets. Goed gelukt. Googelen en voorpagina Telegraaf, 8 uur journaal, net voor de Tour de France. Dus die had ik als een goede reclame investering snel terugverdiend. Ja. En nu blijf ik hangen en nu rijd ik wedstrijden over heel Europa met dat ding. Ja. Echte wedstrijd? Ja, serieus. Echt, voor het echie. Ja. En lukt het een beetje om prijzen binnen te slepen? Nou, vorig jaar was mijn allereerste wedstrijd. Omdat die Tour de France toertochten had ik gereden. En dat was leuk geweest. En toen denk ik, ga googlen. Is er misschien wel een wedstrijd of een toertocht? Dat bleek het Europese kampioenschap in Brugge te zijn. Ik dacht, Brugge, dat is nog een afstand die ik kan doen. En toen werd ik derde. Dus daar zit er dus meer in. En nu heb ik in Berlijn een oefenwedstrijdje in maart gereden. En in juni ben ik in Londen geweest. En dan ben ik ook derde geworden in een internationaal deelnemersveld. En in 11 september is het Open Belgisch Kampioenschap. En dat is de laatste en de derde wedstrijd dan voor dit jaar voor mij. En dat is ook weer in de buurt van Brugge. Maar dan rij je allemaal op dit soort fietsen? Ja. Dat is wel een gelijke wedstrijd. Ja, man of 40, 50 komen er op zo'n wedstrijd op af. Dus je moet wel selecties rijden. En dan mogen er een stuk of 15 in de finale rijden. En dan gaat het echt gewoon met 33, 34 in het uur gemiddeld hoor. En dan is het wel allemaal zonder rem. Maar gelukkig wel allemaal dezelfde kant op. En geen stoplichten. Nee, dat is, drempels en klinkers en stoplichten, dat is ander verkeer, dat is lastig. Je moet gewoon beter anticiperen als je gewoon in het verkeer rijdt, dan is er niks aan de hand. Maar ja, met een wedstrijd is dat wel weer makkelijker. Maar ja, dan komen er weer stress en snelheid elementen bij. Dus van fietsverkoper bent u nu ook gepromoveerd tot professioneel wielrenner? Nou, professioneel, dat kost dik geld hoor. Ik ben fietsliefhebber in hart en nieren. Dus fietsliefhebber, daar moet je dan ook een beetje promoten. Dus ik heb allerlei soorten fietsen, maar ook moderne natuurlijk en fietsvakanties. Maar nu wilde ik gewoon echt een keertje een fietsvakantie houden met iets waar je niet alledaags mee op vakantie had. Dus ik ben 3 dagen van Vianen, waar ik woon, van 90 kilometer naar Rotterdam, zomercarnaval meegenomen. Ik heb de Hollandse IJsselroute gereden. Nu naar Dordrecht, nu ga ik de Biesbosch in en dan ga ik morgen richting Tilburg of Den Bosch of ik haak af bij Slot Loevestein en dan ga ik weer terug naar huis. Ik zie het wel. Dan overnacht u hier in Dordt? Ja, mijn tent en mijn slaapzak kon ik niet meer meenemen. Er was geen plek. Ik heb geen bagage dragen, dus ik slaap in Dordrecht nu vannacht. Ja. Nou, goede reis. Ja, dankjewel.